Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen. Kijk eens wie we daar hebben. Goedemorgen, lieve Elisabeth. Fijn dat je erbij bent. Welkom terug, lieve Elisabeth. Ik hoop dat je een mooie vakantie hebt gehad en inmiddels bij bent gekomen. Goed dat je weer terug bent om de Zichtbaar Challenge te volgen. Dus deze week gaan we het hebben over mijn favoriet platform. Hoe vergroot je zichtbaarheid op LinkedIn? Deze week ga ik echt focussen op LinkedIn. Deze week ga ik ook aanstaande vrijdag de online training geven. Die gaat alleen maar op LinkedIn. Hoe zorg je nou dat je gezien wordt? Hoe zorg je nou dat je gekocht wordt? Hoe zorg je nou dat je echt als de nummer 1 expert gezien en gerespecteerd wordt? Waardoor je dus impact en invloed meer gaat ontwikkelen en waardoor je dus meer impact en meer invloed gaat creëren in je ideale doelgroep, in de markt waarin jij gezien wil worden. Want hoe makkelijk is het om dat continu gevraagd te worden in plaats van te gaan leuren naar je klanten, te gaan leuren, te gaan zoeken, te gaan allerlei dingen gaan doen. Oké, dus de focus, de volledige focus van week 4, want het is de laatste week van de 21 dagen zichtbaarheid challenge. We zijn al 3 weken bezig. Vandaag is het dag 16, gaan we het hebben over echt specifiek op LinkedIn. Wat ga je doen daadwerkelijk op LinkedIn, alright? En laat ik ook meteen mijn geweldige podcastluisteraar en livekijker bedanken. Want we zitten vandaag met de podcast op 135.466 downloads. Dus dankjewel. Echt te gek. Dankjewel. Dankjewel voor iedere download. Want ik zeg altijd, iedere download kan je leven veranderen. Dus dankjewel. Dat je iedere dag mijn podcast beluistert en download. Het is ongelooflijk. We gaan richting de 150.000 downloads. Ongelooflijk. Toen ik 2,5 jaar geleden daarmee begon. Nou, het is echt gewoon niet voor te stellen hoeveel downloads er zijn. Anyways, thanks dat je erbij bent. En ja, het is maandag natuurlijk. Dus ik heb een item voor je. Ja hoor. Jouw commitment van de week. Ja, met andere woorden, wat is je commitment voor deze week? Wat ga jij deze week doen? Wat ga jij deze week doen dat je leven, dat je business op zijn kop gaat zetten? Waar ga jij voor zorgen dat je deze week dingen die je niet gedaan hebt of die dingen die je wel wil doen? Misschien zeg je, hey, ik heb afgelopen 3 weken niet volledig meegedaan aan de challenge. Ik ga gewoon nu meedoen. Nou, ga naar 21 dagen zichtbaar challenge en doe mee. Misschien zeg je, ik ga opnieuw mailingen doen. Misschien ben je met een nieuw weggever bezig. Misschien ben je met een onderzoek bezig. Of wat het ook is, wat je ook gaat doen, laat ons hieronder weten. Want dan kan ik je gedurende de hele week kan ik je ook coachen. Oké, want ik ben er iedere dag hier om 10 uur. Nou ja, vandaag vanwege wat wifi-uitdagingen weer wat later. Maar ik ben hier iedere dag om je te gaan helpen. Dus laat me weten. En yes, dit is vandaag deze laatste week van de Zichtbaar Challenge, dames en heren. Dus maak er gebruik van. Alle herhalingen staan al in de online omgeving. Je kunt je aanmelden daarvoor. Je kunt alle herhalingen gaan kijken tot en met volgende week, voor aanstaande vrijdag, heb je ook de online masterclass van 11 tot 1. Dus zorg dat je gewoon volledig gaat gebruiken. Ik zou niet weten wat ik je anders kan doen om je te helpen, om je zichtbaarheid en boost te gaan geven, dan je iedere dag te gaan helpen om dit te doen. Alright, dus go for it. Een hele goede morgen, lieve Chantal. Fijn dat je erbij bent. Anyways, zoals ik zei, dit is de commitment. Maar waar gaan we het vandaag over hebben? Laat ik eerst even vanuit de context praten. Waarom ik voor LinkedIn kies? Waarom maakt dat ik je deze laatste week van de zichtbaarheid volledig wil wijden aan LinkedIn? Heel simpel. Want op LinkedIn is het het makkelijkste, goedkoopste. En laat ik zeggen, makkelijkst, goedkoopste, simpelste manier om jezelf zichtbaar te maken. Oké? Want het algoritme van LinkedIn is heel traag. Het systeem van LinkedIn is traag. Dus voor mij is dat vele malen makkelijk om je te gaan helpen daarop. Ook al zou ik geen LinkedIn-expert zijn, had ik nog steeds als eerste primaire platform LinkedIn gekozen. Oké? Vanwege deze 7 of 8 redenen dat ik je ga noemen. Oké? Want het is belangrijk, voordat je begint, dat je begrijpt waarom kiest Aramiek voor LinkedIn. Want voor hetzelfde geld, net als dat ik bijvoorbeeld mijn community op Facebook heb. Ik kies voor een Facebookgroep in plaats van een LinkedIn-groep. Daar heb ik bepaalde redenen voor. Oké? Dus laten we eens beginnen met de why. En dan gaan we het morgen over hebben. Over 5 do's en don'ts. Wat je wel of niet op LinkedIn moet gaan doen. En de rest van de week ga ik daarover hebben. En natuurlijk, als nieuws. Natuurlijk.
het nieuws van de week. Is dat aanstaande vrijdag de allerlaatste online training plaatsvindt. De allerlaatste online training in het kader van 21 dagen zichtbaar challenge. Dus aanstaande vrijdag ga ik weer van 11 tot 1 jouw training geven. Hoe boost je zichtbaarheid op LinkedIn in 7 stappen. Dan gaan we echt dieper op in. Je kan je vragen aan mij stellen. Het wordt een prachtig mooie Q&A. Ik wil je graag naar Zoom uitnodigen. Dus blok het in je agenda. Aanstaande vrijdag om 11 uur gaan we samen knallen. Alright? Oké, without further ado, laat ik het meteen over hebben over 7 redenen. Dit zijn de 7 redenen waarom ik voor LinkedIn kies en waarom ik vind dat jij dat ook voor moet doen. Reden nummer 1, heel simpel. Op LinkedIn zijn meer dan 10,5 miljoen Nederlandse profielen, waarvan 9,5 miljoen actief iedere dag op LinkedIn aanwezig. Wat betekent dat? Betekent jouw doelgroep moet zich wel op LinkedIn bevinden. Als jij B2B doet of B2C, het kan bijna niet anders dan je doelgroep, tenzij ze boven de 70 zijn of onder de 18, dat ze niet op LinkedIn zijn. Betekent enorm veel mogelijkheden. Dus no excuses. Het is geen Instagram dat geband wordt door sommige leeftijden. Het is geen Facebook dat verlaten wordt door sommige leeftijden. Het is geen TikTok wat mensen haten. LinkedIn is een stevig fundament, oké? Reden nummer 2. LinkedIn is de grootste zakelijke zoekmachine. Ik zeg altijd, je kunt de directeur van Coca-Cola tot en met je oude conciërge van je basisschool of middelbare school terugvinden op LinkedIn. Met naam, bijnaam, met hun activiteiten, alles kun je gaan doen. Dus betekent reden nummer 3, je kan heel makkelijk targeten. Je kan heel makkelijk gericht gaan zoeken en je ideale doelgroep vinden en vragen stellen, met hun in gesprek gaan, van alles nog wat mee doen. Oké, dus onthoud dit alsjeblieft. Dit kan geen enkel ander platform op Instagram om dit te doen. Moet je adverteren op Facebook om het te doen. Moet je gaan adverteren op allerlei andere platforms. Wil je dit gaan doen, moet je gaan adverteren op LinkedIn. Hoeft dat helemaal niet. Je kunt ze gewoon targeten. Je kunt gewoon in de zoekbalk een bepaalde zoekwoord zetten. En dan komen mensen en hun activiteiten aan te passen. Oké, don't forget about it. Het is allemaal gratis. Daarom doen zoveel ondernemers het niet. Daarom is het een blinde spot van heel veel top-experts, oké? Nou, daarvoor ben ik hier, om je daar vanaf te helpen. Reden nummer 4, LinkedIn is een ontzettend oud systeem. Het is een ontzettend oud systeem, met andere woorden, het duurt heel lang voordat een verandering komt op LinkedIn, oké? Ze hebben ooit de LinkedIn-stories geïntroduceerd. Nou, dat ging meteen eraf. Ze hebben ooit, na 2 jaar Clubhouse, hebben ze eindelijk LinkedIn audio-event geïntroduceerd. Maar die is ook inmiddels al, weet je, al het aflopen. Dus het is, hoe noem je dat? LinkedIn overleeft de tand der verandering. Tanden leven, zeg maar, ongeveer. Oké? Alles blijft ongeveer hetzelfde als 10 jaar geleden. En dat is heel goed nieuws. Betekent het is betrouwbaar. Je hebt niet continu met continu veranderende algoritmes te maken. En dat is heel fijn om te weten, oké? Reden nummer 5, heel simpel. LinkedIn is het enige platform, enige social media, wat je profielbezoekers kan follow-uppen. Alright? Je kan je profielbezoekers absoluut follow-up. Je kan per dag, per 90 dagen, kan je gewoon terug gaan kijken wie heeft jouw profiel bezocht. En aan de hand daarvan kan je ze dus opvolgen. Van, hey Elisabeth, wat leuk dat je op mijn profiel geweest. Hey Chantal, wat te gek dat je op mijn profiel bent geweest. Waarmee kan ik je helpen? Dus je kunt een heel follow-up systeem achter je profiel neerzetten. That's amazing, that's fantastisch. You should do the same, alright? Reden nummer 5, even kijken, dit was reden nummer 5. Reden nummer 6, LinkedIn heeft een uitgebreid profiel. Het is niet dat als Instagram met een kleine bio of met Facebook met een kleine ding. Nee, LinkedIn heeft echt een profiel waar je alles in kan zetten. Je hebt een headline, je hebt een banner, je hebt een prachtig mooie foto wat je kan zetten. Je kan met video's neerzetten, je kan je activiteiten laten zien. Je kan je experiences laten zien, je kan recommendations. De kracht van testimonials op LinkedIn. Facebook heeft dat niet. Instagram heeft geen recommendations onderaan de profiel. Ik weet niet of je dat weet. Dat heeft geen enkel ander platform. Maar LinkedIn heeft dat. Daar kan je gebruik van maken, oké? Reden nummer 7. 95% van marketeers gebruiken LinkedIn als een content marketing. Als content manager. Betekent dat er heel veel content wordt geschreven op LinkedIn. En reden nummer 8, geef ik een extra reden, is 75% van alle traffic die naar de website gaat, komt via LinkedIn. Met andere woorden, LinkedIn is een hub. LinkedIn is een spin in alle marketingactiviteiten. En dan is mijn vraag aan jou, waar ben jij dan? Tot hoeverre gebruik jij de kracht van LinkedIn? Want dat is de allerbelangrijkste vraag die je zelf kunt stellen. Tot hoeverre gebruik jij het? Alright? En again, dit zijn de 8 redenen waarom we deze week over LinkedIn gaan hebben. Waarom LinkedIn het platform is om hier je online zichtbaarheid een boost te gaan geven. En daarom gaan we het vandaag daarover hebben.
Zoals ik zei, morgen gaan we het hebben over de 5 do's en don'ts. 5 do's en don'ts over LinkedIn. Wat moet je doen, wat moet je niet doen? En Chantal zegt, ja, LinkedIn is te gek. Zeker niet, zij heel betrouwbaar platform. Absolutely, absolutely. Again, wil je nog meedoen aan de challenge? Je zit in herhaling kijken of je komt net inschakelen. Ga naar 21 dagen zichtbaar challenge en mail je aan. Je kunt nog de hele week meedoen, oké? Want morgen ga ik het hebben over 5 do's en don'ts. Over LinkedIn gaan we steeds meer verdieping in. En aanstaande vrijdag ga ik in de masterclass veel meer met diepgang. Ga ik je redenen noemen, ga ik je templates laten zien, ga ik scripts laten zien op welke manier je kan dat overtreffen. Oké, ontzettend belangrijk. En volgens mij komt er nu een commitment van Elisabeth. Die zegt, mijn commitment voor deze week is focus op activiteiten voor bedrijven. Een missie terug in de goede gewoontes. Klantonderzoek voorzetten met interviews. En of onafgemaakte projecten afronden. Yes. Goed zo, Elisabeth. Heel goed. Daar ga ik je aan houden, lieve Elisabeth. Daar ga ik je aan houden, Elisabeth. Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, laten we kijken wat de kaarten voor ons in petto hebben vandaag. Laten we kijken de blessing of the days. The blessing of the day. Volgens mij is dat beautiful. Again, dit was gewoon afgelopen vrijdag ook. You don't have to be great to start. You have to start to be great. Onthoud dit. You don't have to be great to start. To be great to start. You have to start to be great. Velen van ons denken, oh maar Mick, ik kan niet beginnen, want ik ben niet goed. Ik weet niet hoe dingen werken. Begin deze week. Mijn advies zou zijn, begin gewoon waar we zijn. Begin gewoon deze week aan. Maandag hier nu, 2 oktober volgens mij vanuit mijn hoofd. Ja, begin gewoon. Loop met me mee en doe het, oké? Anyways, als je daarmee wil starten, ik zou je meteen zeggen, ga dan kaarten van Chantal aanschaffen via mixmediafan.nl. Ze heeft prachtig mooi 62 mooie kaarten voor je. Mocht je dat niet willen, mocht je gratis meedoen met haar challenge, ga naar 21dayinspirationboost.nl. Maar deze kaarten zijn het prachtig begin van je dag. Ik beveel ze van harte aan, oké? Go, 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 go. En Elisabeth zegt, yes, voor herstarten geldt hetzelfde. Absoluut, je kan anytime herstarten. Je kan anytime restart, reload, recommit, reconje. Whatever it is, absoluut, absoluut, absoluut. En Chantal zegt, ja, klopt, mixmediafan.nl voor speciale nazomerse aanbieding. Check it out, dames en heren. Zie je aan te bevelen. Dus, nou ja, dit is wat we deze week gaan doen. De laatste push richting jouw zichtbaarheid. De laatste push om te gaan knallen. Dus samen gaan we dat doen. Dus dankjewel, lieve Elisabeth. Dankjewel, lieve Chantal, dat jullie live aanwezig waren. Ik wens jullie een prachtig mooie voortzetting. Ik wens jullie een prachtig mooie maandag. En morgen ben ik er hier weer. Met 5 do's en 5 don'ts van wat moet ik nou doen op LinkedIn en wat moet ik laten. Alright? Ga ervoor. Ik hoop je morgen om 10 uur weer te zien. En wat hoor ik van Elisabeth? Yes, Elisabeth zegt, iedereen heel veel succes deze week. Maak er een mooie 40 kwartaal van. Dat doe ik ook. Absoluut, lief. We gaan knallen, dames en heren. Oktober is hier. Let's go. Dankjewel voor het kijken. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Yes guys, tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Morgen om 10 uur zijn we er weer. See you later. Hoi hoi. Adios amigos. Hoi hoi.